Dames en heren, vandaag een hele grote speciale dag. En dat omdat we na 2,5 jaar besluiten, of hebben besloten met elkaar eigenlijk, dat we de naam gaan wijzigen van de server om zo een breder publiek aan te spreken, maar ook gewoon om breder te kunnen bouwen voor ons. Want we zijn namelijk van Disneycraft veranderd naar Droomcraft. En het is ongelooflijk, we hebben ongeveer 5 maanden lang dit verzwegen voor jullie. En dat is best wel een lange tijd. En ja, we zaten zo met onze lippen op elkaar en we moesten niks zeggen, we konden niks zeggen en het was echt, dat was denk ik wel het moeilijkst voor ons als crew zijnde. En nu is het dus zover dat we uiteindelijk gewoon lekker over zijn en dat we dadelijk een opening doen van al die mensen die juichen en springen voor de poort. En hopelijk de nieuwe attracties kunnen zien. We hebben dingen open gedaan. Opengegooid bedoel ik. We hebben gerenoveerd. En heel veel mensen waren er heel vroeg bij. Vanochtend al vanaf 8 uur was Robin bijvoorbeeld al aanwezig. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Leroy en Mick en Irma en Pieter en Jeffrey en noem maar op. Hallo. Je bent te laat. Het is 12 uur. Oh, het is 12 uur. Het is 12 uur. We mogen de hekken gaan slopen, dames en heren. Mensen mogen dat gaat toch helemaal niet? Nee, ik kan niet slopen. Editen? Wacht, ik ben al bijna zover. Mogen ze er weer? Ja, oké. Nou, de hek gaan open, wat een officiële opening. Dit hadden we beter voor kunnen bereiden. Ja. Vincent die ging een toespraak van 10 minuten houden. Oh ja, eerst de toespraak van 10 minuten. Oh god, hij is open. Hij is open, oh jee, oké. Goed. Ja, nou, dan gaan wij ook maar, denk ik, als het kan. Ik denk dat eerst de mensen maar voor laten gaan, want... Ik denk dat de server hier... Een opdonder van krijgen van al die heel mensen. Heel blij mee gaat worden. Hallo, en er zijn ook mensen die rustig afwachten. Kijk, bijvoorbeeld die Berry zo, die denkt van, nou, ik zie het toch wel. En dat klopt ook, want de server blijft natuurlijk gewoon 24-7 aan. En deze meneer vindt freerunnen belangrijker dan de server joinen. Dat snap ik natuurlijk. What a guy, die zit hier gewoon een blokje te staren hier zo. En er zitten ook mensen hierboven. Die hebben de jumpmap gehaald. Stormpy, goed gedaan hoor. En hier, deze staat op een vogeltje te kijken. Oké, prima. Nou, dan gaan we ook eens een kijkje nemen in de server. En er is ook een trailer online gekomen en die gaan we nu bekijken. Dus heel veel kijkplezier. Goed, en het belangrijkste is natuurlijk de Warp Hub, want daar staan namelijk allemaal dingen op. Alle loopattracties, schrik niet, zijn niet weggehaald, maar die zijn wel van de statusborden. Dus het zijn meer ontdek nu het geheime plekje dan echt een attractie dat het is veranderd. En hier zie je nog iets belangrijks. Attracties in onderhoud of in aanbouw. Nou, we kunnen met jullie doorgaan. Kijken wat er allemaal in staat. Tower of Terror, verwacht voorjaar 2016. Nou, dat is natuurlijk een hele toffe attractie met echt onze nieuwste technieken. Dankzij onze hele sterke crew die hier aan heb gebouwd. The Frozen wordt verwacht in mei 2016. Dat wordt natuurlijk ook een fantastische dark ride. Mag ik verklappen. De Wreck-It Ralph, die gaat natuurlijk weer opnieuw geopend worden. De Aladdin, dat wordt ook een hele spannende attractie. Wat is er? Zijn er iemand gekikt? Oké. De Clownaval. Nou, dat is natuurlijk echt een attractie waar iedereen op hoopt dat hij gewoon een keer open gaat. Ja, dat staat er nog. Maar dat gaat goed komen, de Clownaval. Dat gaat helemaal gebeuren. Het Huis van Magica. Dat is een hele
bijzondere attractie. En misschien kan je op onze website kijken om een beetje een hint te zien van de attractie. Want Leroy heeft daar op de website aangepast iets heel bijzonders. En dat heb ik eigenlijk vandaag pas ontdekt. Maar ik vond het echt briljant. Echt briljant. En Leroy gaat niet lachen, want hij weet waar ik het over heb. Nou, de kabouterrit. Met al die jongens, weet je hoe lang het heeft geduurd om al die kabouters te vervoeren naar ons park? Het heeft er even geduurd, maar uiteindelijk is het gelukt met een groot contract van 5 pagina's. De kabouters komen naar ons park en ze wachten jullie op met een fantastische rit van bijna 6 à 7 minuten lang. Dus het is echt een hele lange attractie, maar ontzettend mooi en groot. Het spookhuis, heel spannend. Ik durf er eigenlijk niet meer naar binnen. Mijn veren staan overeind, maar het is echt een mooie attractie. Verwacht in april, dus ja, dat staat er allemaal bij. De Ariel, Ariel, dames en heren. Een hele toffe onderwatervlug eigenlijk. Wordt ook heel tof en uniek. En wat we eraan gaan doen, ga ik niet zeggen. Maar misschien als je de resource pack een beetje uitluist, misschien dat je iets te weten komt. De theeleuten. Ja, nou goed. Irma, die was daar verantwoordelijk voor. Nog geen 4 uur. Maar... Oh, het is nog geen 4 uur, Irma. Je hoeft nog geen thee te drinken. De Star Tours, dat wordt natuurlijk een hele fantastische attractie, maar... ik kan je nu al zeggen dat er nog niks van is gebouwd. Dus dat komt nog wel in de tijd. En de It's a Small World. Dat wordt natuurlijk ook een nieuwe attractie. Hé, meneer Gabbertje. Onze aapie is er weer. Hallo, meneer de aap. Hallo. Nou, er zijn een paar mensen op Teamspeak. En die hebben misschien wat vraagjes. En het lijkt me leuk om die vragen even op te lezen. En dan te beantwoorden. Want er zijn wellicht natuurlijk ook vragen over de naamswijziging. En waarom we eigenlijk allemaal dat hebben gedaan. Dus als jullie de vraag typen, dan lees ik het voor. En dan ga ik het hopelijk of beantwoorden of niet beantwoorden. Dat is een beetje wat de vraag is. De eerste vraag luidt. Hoe zijn jullie om het idee gekomen om Star Wars toch in Droomkraft te doen? Nou, die attractie was eigenlijk al lange tijd... toen wij nog Disneycraft waren, was dat in een soort van... ons idee, onze gedachte. Van we moeten wel iets met Star Wars doen. Want Star Wars The Force Awakens kwam uit. En dat was natuurlijk heel commercieel. En dat was eigenlijk hetzelfde geval als Frozen. Die kwam eigenlijk iets te laat bij ons in de server, maar... eigenlijk was Star Wars wel zoiets van, dat moet er wel in, want heel veel mensen zijn Star Wars fan. En dat is ook heel cool om daar dan uiteindelijk iets over te maken, een attractie. We hadden heel veel ideeën en ook met de nieuwste plugins en technologieën en dat soort dingen in Minecraft, konden we ook wat meer doen qua attracties. Dus ja, wat echt wat vetter maken, dus echt simulaties een soort van namaken. De volgende. Als er een zombie apocalypse is en je moet een attractie vinden om daarvan je fort te maken. Welke attractie wordt het dan? Ik denk sowieso een hoge attractie. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die Jafar of zo. Want die heeft een soort van torens. Dus dan heb je een soort van uitkijktoren om te kijken hoe... je hebt natuurlijk een water ernaast. En zombies kunnen niet zwemmen, geloof ik. Over het algemeen, dat denk ik wel. Niet in de film Land of the Dead. Die film uit 2007 of zo, van 2009, daar konden de zombies wel gewoon door onder water lopen. Dat was het idee. Niet zwemmen, maar onder water lopen. Maar in ieder geval, dan kunnen ze toch niet aan de kant komen, want er zit een stijgerhekkie. Dus ik denk dat het wel die Jafar wordt, omdat die helemaal achter in het park zit en best wel lastig te bereiken is voor een zombie, denk ik. Vanaf de weg, vanaf de hoofdweg. Want daar komen natuurlijk de mensen vandaan, hè, de zombies. Oh, daar was best wel over nagedacht. De vraag van Jafar. Hoe lang heeft het geduurd om alles te hernoemen naar Droomkraft? Nou, echt bijna meer dan 5,5 maand. Dus dat heeft best wel lang geduurd. Bijna een half jaar. Een half jaar heeft het gewoon geduurd. Dat is echt belachelijk. Maar het is echt zo. En op een gegeven moment hebben we natuurlijk... Gisteren hebben we dan ook heel veel... We hebben eigenlijk altijd stukjes gedaan. Maar we hebben natuurlijk... De bouwservice staat al een maand of twee op of zo al uit mijn hoofd. En daar zijn we al volop mee bezig. Toen eigenlijk de sneeuwmap erin kwam... Toen zijn we eigenlijk al begonnen met alles over toveren naar een nieuwe naam. En ook alles omzetten qua attracties en qua namen en dat soort dingen. Gewoon het geheel, zeg maar. De hele map is natuurlijk helemaal aangepast. Zo, dit was de aflevering voor deze keer. Misschien wat korter dan normaal, maar ik beloof jullie in de toekomst wat langere afleveringen te maken. Sowieso van Droomkraft. Vergeet die naam niet, want wij zijn vanaf nu officieel zijn we dus Droomkraft. Maar, er is nog iets heel grappigs. We hebben echt heel veel hints gegeven naar Droomkraft. En jullie hebben het niet doorgehad. Maar misschien, als ik het nu vertel, dat je zegt, oh ja. Nou, de eerste hint was namelijk gemaakt in een livestream. Eigenlijk de laatste livestream die we hebben gedaan in Disneycraft. Jullie herkennen nog wel die blokken? Die stonden bij dat poppetje, bij de derde quest. Bij de derde quest. Diegene waarvan we de quiz moesten doen. Als je goed keek bij de blokken... kon je het woordje DC vinden.
En de andere stonden de woordjes DAG, oftewel dag. En als je dat natuurlijk bij elkaar ging voegen, was het dag DC of DC dag. Dat was natuurlijk een kleine hint naar dag Disneycraft eigenlijk. Dus dat was dat was er één van die dingen dat we stiekem erin hadden gedaan. Dus grappig toch? Dan was er nog het volgende. Bij Leroy op zijn Twitter, op zijn Disneycraft Twitter. Daarin had hij een aantal antwoorden bevestigd. En elke eerste letter van zijn antwoord die hij op één dag had geplaatst, vormde de naam Droomkraft. Ja, het is best bizar. Het waren hele kleine easter eggs. Maar ja, mensen hadden dat gewoon niet door. En we hadden stiekem dus een beetje de naam al een soort van niet helemaal verklapt. Maar ook weer wel. Nou, we hadden natuurlijk een paar keer op de Teamspeak ook gezegd over dromen en lekker dromen 's avonds. En als we naar bed gingen van, droomzacht, weet je wel. We hadden altijd wel een beetje van die dingetjes verteld op Teamspeak. Maar we zeiden het op zo'n manier dat niemand had verwacht dat wij dit gingen doen, want niemand wist ook dat we dit gingen doen. Dus dat was ook heel grappig. Ik ben blij dat ik mijn mond niet meer hoef dicht te houden over Droomkraft. Daar ben ik blij om. En laat het weten in de comments wat jij ervan vindt van de naam en van de server. En dan zie ik je snel hopelijk in de vernieuwde map. Het heet dan geen Disneycraft 3.0, maar het heet gewoon de Droomkraft map. Dus veel speelplezier. Doei doei!